Hallo iedereen en welkom bij de 11e aflevering van WBTV. De zaterdag hier thuis tegen Bergen, 2-2. Ja, we moeten eerlijk zijn, dat is eigenlijk niet zo goed. Hè. 1 puntje, dat is er 2 te weinig. En we hebben ze brood nodig. Hè. Je kunt u dan ook voorstellen waarschijnlijk dat na de wedstrijd de ontgoocheling wel heel groot was. Maar ondanks de ontgoocheling haalden wij toch Dirk Gerard en Christophe Lardenois voor de camera. Weer niet de 3 punten genomen thuis. Het is weer een ontgoocheling natuurlijk. Dus, op het einde mocht je nog blij zijn dat je nog een punt neemt. Maar gewoon de goalen die we nemen zijn vermijdbaar en ook een beetje malchance. Dus. Het is jammer, net niet in de aanval en net iets te weinig in verdedigend opzicht. En dan sta je daar weer met 1 punt. Maar je kon al veel meer punten gehad hebben. Maar de realiteit, de waarheid is dat wij die punten niet hebben en dat wij daar nog altijd achteraan staan. We hebben veel ervaring in de groep, maar soms lijkt het wel met weinig ervaring. Een foutje op het juiste moment moeten we eens kunnen maken en dat doen we soms niet en dan nemen we te vermijden het doel. Dat betaal je cash in eerste klasse, hè? Ja, absoluut. Dus we nemen soms ook heel veel risico en dan op de counter gepakt worden. En dan moet je zeker met ervaring die foutjes durven maken. En dat doen we dan niet en dan worden we koud gepakt. Het zit goed, we spelen goed, de mentaliteit is oké. En opnieuw door een individuele fout pakken wij een ongelooflijk stom doelpunt. Waarbij dat we ook nog de malchance hebben dat die bal bovenop de deklap komt en terugbotst. En dan weten dat het een moeilijk verhaal wordt. Kletsen dat je krijgt, hoe groter dat je wordt. Dus je moet niet. Het zijn de nederlagen of de gelijke spelen die de mens sterken en de overwinning. Hè. Ik bedoel, iedereen kan meegaan in het verhaal. Als je wint is het gemakkelijk. Hè. Maar in de situatie waarin dat je zit, als je niet altijd krijgt wat je verdient, of je verliest of je speelt maar gelijk, dan moet die groep opstaan en dan moet je die mentaliteit, dat karakter, dat temperament erin pompen. Hè. Natuurlijk is aan kruipt er wel stress in de groep. Ik denk dat het normaal is als je onderaan staat. Maar daar moeten we gewoon mee kunnen omgaan. We hebben ervaring genoeg, de meeste. Dus, we hebben nog in deze situatie gezeten als club. En ik denk dat we met de fusie natuurlijk nog niet, maar in het verleden met Beveren. Moeten we gewoon kalm proberen blijven en ons kunnen geloven. En dan blijft het nog over ieder punt. Twee heel belangrijke zaken. We hebben het in handen en we geven het uit handen. En op het moment dat we het uit handen geven, komen we terug. Dus dat zijn twee hele positieve elementen. Dus we komen op voorsprong en we komen terug. En daar, ik wil me niet in het negatieve van, ja, en we stonden voor en we zijn weer achtergekomen. Nee, daar gaan we niet over discussiëren. We gaan onze energie steken in het positieve. Ja, het was misschien niet allemaal even goed, maar we moeten bekijken. Er waren toch enkele goede dingen hier thuis tegen Bergen. Hè? Laat ons kijken naar dat eerste doelpunt. Oh, dat was er een uit de boekjes. Hè? Je in 2 keer op middenveld, poef, langs de flank, de linkse bak. Hopla, die lijn af, een perfecte, maar dan ook een perfecte voorzet. En dan ineens, boem, sigaar! Daar was hij, de Saoedi. Recht binnen. Nou, we moeten wel zeggen, Saoedi. Hij heeft een moeilijk seizoen, hè. Ja, hij heeft toch wel wat moeilijk gehad. En daarom is hij speciaal voor ons is zijn een uitleg komen doen op de kruk. C'était dès le départ une belle action de l'équipe. Augusto avec Farsi qui font un 1-2. On décale Gal qui met un très bon centre. Et moi je mets une belle tête croisée. C'était important pour moi de marquer. J'étais très 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 heureux puisque
Depuis le début de saison, j'ai pas réussi à faire de très bonnes prestations. C'était toujours moyen. Pas mauvais, mais pas bon. Et là, j'ai fait un bon match et j'ai marqué un but. Surtout pour moi, c'est important. J'aime marquer des buts. Il faut que je marque des buts tout le temps. Et marquer le premier but, je pense, ça peut faire un déclic. C'est aussi de la frustration, puisque quand on est joueur, on a envie de jouer tout le temps. C'est sûr que je n'ai pas joué tout le temps, mais ça, c'est la différence entre la D2 et la D1. On est un groupe de 23-24 joueurs et l'entraîneur a besoin de tout le monde. Mais moi, c'est certain que j'ai envie de jouer tous les matchs 90 minutes. Et là, le fait de ne pas avoir joué à Bruxelles, le fait de ne pas avoir joué beaucoup à Louvain, là, on m'a donné ma chance et j'avais envie de la saisir. Et en ayant marqué un but, ça m'a fait du bien. J'espère être dans la base. Après, c'est l'entraînement aussi qui décide. Il faut que je sois bon à l'entraînement pour pouvoir jouer encore le match à Anderlecht. Et je vais essayer d'être toujours bon à l'entraînement, bon en match. Et maintenant, je pense pouvoir trouver le rythme de la Division 1, mais en jouant des matchs, c'est comme ça qu'on obtient le rythme. Oui, je suis très heureux ici. À chaque fois, on me pose la question. Si je n'étais pas heureux, je serais déjà parti. Il n'y a pas de problème, mais très heureux ici. En plus, maintenant, j'habite à Beveren, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Dan is het nu tijd voor de uitreiking van de goal van de maand. Het was een heel chique goal en ik denk dat bijna iedereen het erover eens was, want je hebt massaal gestemd op deze doelpunt. De winnaar zit hier naast mij in de cabine. We gaan hem eens bezoeken, hè. Dag meneer. Goedendag, alles goed? Ik heb iets voor u. Ja. Heb je een idee wat? Doelpunt van de maand zeker. Je zit de winnaar van het doelpunt van de maand. Weet je welke goal? Ja, ik heb er maar één gemaakt. Natuurlijk. En beschrijf het doelpunt eens. Dat was een vrije trap tegen Cercle. Op de laatste minuut om 2-0 te maken. En de eerste overwinning van Haasland. Dus mooi moment. Een belangrijk doelpunt. Ja, een mooi moment voor de ploeg en voor het bestuur ook, denk ik, die overwinning. Dat is een fantastisch doelpunt, hè, die vrije trap. Dat kun je goed, hè, vrije trappen. Ja, dat is iets. Ik werk daar vrij veel op. En, dus het is natuurlijk altijd mooi als die binnenkomt. En, ja. Achter de training, dan oefenen jullie nog zo op vrije trappen, of wat? Ja, we doen vrij veel oefeningen op traptechniek en zo. Dus, ja. Is dat de beste van de ploeg? Nee, niet de beste, maar gewoon, ik moet nog veel werken om. Je mag het zeggen, hè? Nee, zeker niet. Bij de betere? Ik heb een goede traptechniek, maar er zijn er veel in de ploeg die een goede traptechniek hebben. Dus, Nu, we hebben een prijs voor u, hè? Dat is dit, dat is uw prijs. Weet u wat dat is? Een chapeau. Chapeau voor uw doelpunt. Bedankt. Je kunt hier met de spelers wel eens wat spelen, hè? Ja, ça va. Goed? Ça va, merci. Ja, jij zei bedankt voor het mooie doelpunt en ik hoop dat we nog wel eens een paar keer mogen terugkomen. Hè. Ja, ça va. Ça va, ik hoop het ook. Goed, bedankt. Dank u. Dat lukt, hè? Voilà, dit was het dan. Aflevering 11 van WBTV. Ik dank jullie voor het kijken. Dit weekend is het natuurlijk geen voetbal. Morgen spelen we wel de Rode Duivels, dus laat ons hopen dat we daar dan toch een lap kunnen geven. En vergeet de zondag de bolken niet te gaan kleuren. Hè. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Want volgend weekend zijn we klaar voor de grote wedstrijd op Anderlecht. Ciao.